Hey, leuk je weer te zien. Ja, dus kun je je even voorstellen? Ja, ik ben René Peters. Ik ben binnen TNO verantwoordelijk voor innovatie op het gebied van olie en gas en ook zo offshore energie. En tegen wat voor dingen loop je op dit moment aan? Nou, wat er op dit moment natuurlijk enorm speelt, is dat aan de ene kant de olie en gas in een soort transitiefase zit. Dat ze langzaam gaan nadenken over opruimen en afbouwen. Maar aan de andere kant komt de offshore wind natuurlijk op. En die is bezig met het plannen van grote windparken op de Noordzee. En de uitdaging is nu om te zorgen dat die twee, de ervaring van de olie en gas die er is en de infrastructuur die er is, nuttig kunnen gaan gebruiken voor de opbouw van de offshore wind. En dat er dus meer samenwerking wordt gezocht tussen offshore windsector en offshore olie- en gassector. Nou, een van de oplossingen is denk ik dat je de windparken die schone stroom produceren, dat je die verbindt met olie- en gasplatforms, waardoor die olie- en gasplatforms op een schone manier ook olie en gas kunnen winnen. Daarmee maak je nog het maximale rendement uit de bronnen die we in de Noordzee hebben. Is het dus niet af te breken eigenlijk? Nou, voorlopig hoef je het dan niet af te breken. En bovendien wordt het goedkoper, omdat elektrisch aangedreven platforms zijn veel goedkoper dan gasturbine. Je hebt minder uitstoot naar het milieu, dus dat is positief. Maar je bouwt ook aan een toekomstige infrastructuur van een elektrisch netwerk op zee, waar je ook weer toekomstige windparken op kan aansluiten. Dus dan hoef je dan niet meer naar gelijkstroom en dan wordt het minder duur? Nee, het idee is als je de afstanden klein houdt, zeg maar minder dan 75 kilometer, dan kun je die stroomtransport met wisselstroom doen. Dat is relatief goedkoop ten opzichte van gelijkstroom. Ja. En door die platforms als een soort hub te gebruiken naar verder weg op zee, waar een toekomstig platform komt, beperk je ook de maatschappelijke kosten, want het zijn uiteindelijk kosten die door ons die allemaal worden moeten betalen anders. Precies, ja. Het is uiteindelijk belastinggeld. En als we dat op deze slimme manier kunnen minimaliseren, dan zijn we volgens mij allemaal gelukkig. Daar zijn we voor, hè? Daar doen we het voor. Op de 100 jaar en de goede focus en de goede richting blijft blijven precies. Schone energie, maar wel betaalbaar. Wel betaalbaar, inderdaad. Dankjewel. Okay. Dankjewel.